27 oktober. Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Christus verschijnt voor ons, staat er. En hoe verschijnt hij voor ons? Er staat in de NBG-vertaling ten goede. En hij verschijnt nu. Nu, op dit moment. Dat is nu. Ik hoop dat u dat realiseert. Nu, dat was, toen ik het gisteren las, was het ook nu. Nu ik het vandaag lees, is het nu. En als ik het morgen wil lezen, is het weer nu. Het is altijd nu. Hij verschijnt doorlopend voor het aangezicht van de levende God. Voor u ten goede. Hou dit vast. Hou dit onwankelbaar vast, zegt de Bijbel. Laten wij het onwankelbaar vasthouden. Datgene wat Jezus Christus gedaan heeft en nu doet en zal blijven doen. Als wij dit vasthouden, zullen wij een overwinnaar zijn. Realiseer u, lieve mensen, hij is voor u nu ten goede. En hij denkt altijd aan u. Hij is altijd bezig met u. Altijd. 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 Hij is bezig met u. Hoe hij u kan helpen. Hoe het goede van hem tot u kan komen. Hoe u gezegend zal worden. Hoe u een rijk leven kunt hebben. Hoe u uit uw problemen kunt komen. Hoe de tegenstanders ontmaskerd kunnen worden. Wat kan ik nog meer opnoemen? Dit is de weg van God met u. Hij is daar voor u ten goede. Nu, op dit moment. Dat maakt ons onwankelbaar. Ook vandaag. Ik wens u een zeer gezegende dag. God zegen.